Zo, boys en girls. Appen en naar binnen. Jongens en meisjes, dames en heren. We're back. En ik denk dat ik... Jawel. Ik heb al vast aangepast. sorry. Nee, we doen vandaag nog eens een Minecraftje. Ik heb een extraatje erin gestoken. Lang leven meerdere accounts te hebben. Ten eerste dan al. Ik gebruik nu de zoon zijn account voor een bird view te creëren van het gedeelte waar ik mee bezig ben. Dus dan hebben jullie nog een extra zicht buiten het main beeld dat ik aan het bouwen ben. Heb ik ook in de rechterbovenhoek een schermpje staan. Waar dat de gameplay opkomt in een bird view, in de zin van een hogere hoek uit. Die kunnen we op momenten verzetten als we dat willen ofzo. En dan gaan wij zien, gaan we eventjes alles switchen en kijken als alles juist nog staat. Dat is al 1. En dat is, zie dat het tweede scherm ook nog pakt. Het tweede scherm pakt nu niet. Zo. Natuurlijk kan dat nu niet meer werken. Typisch. Moet ik zien wat het is. Nu pakt hem niks. Als fullscreen zit nu fullscreen, dus. Natuurlijk krijg ik het spijtig dat hem nu niet pakt, hoe het moet. Allee. Allee, die noemen nog eens altijd hetzelfde. Oh, jij hoort mij niet. Dat is omdat ik niet goed aan die microfoon zit, omdat ik aan het kijken ben op een ander scherm, voor dat in orde te krijgen. Dat dat ander... Ja, ik weet het. Voor dat dat pakt. Want dat pakt nu niet. Trouwens dat hij dat wel, hoe het moest. Pak je nog niet. Weet je dat het juist de goede heb gezet dat ging? En nu doet dat moeilijk, hè? Zo typisch, hè? Allee. Nu ik zie dat het is moeilijk, zo typisch. Wel, als ik die weg doe en opnieuw aanmaak, dat hij het pakt. Dan krijg je dan scheid van, hè. Dat is niet.
Allee. Oh, wat is dat dat toch? Nee, dat is dat die. Als we hem hier zetten en dan options video apply zo doen en dan pak ik hem wel. Mensen denken dat ik die zo hier in full screen ga moeten zetten verleden dat pakt en nu kan ik het zelf niet zien hè. Dat is het probleem, hè? Ik zie dat nu niet meer, hè? Het is de bedoeling dat ik het zelf nog een beetje kan zien. Dus als ik dit nu uit ga tyfen, kan het zijn dat het terug fuckt. Zo. Ik zou een Discord er halveling over willen hebben staan. Normaal. Ik ben mij daar ook heel smooth op bewegen. Je ziet het niet zo duidelijk, maar. Het is ook niet de bedoeling dat je mij duidelijk ziet lopen. Want ik weet dat het daar zo te doen is. Het is vooral het gedeelte van het bouwen wat het belangrijkste is. En dan gaan we eens kijken voor de geluiden op te zetten. Het is niet dat je veel gaat kunnen horen. Het is een dier. En dan gaan we het ook zo laten. Dan al de game die jullie nu ook horen. Dan gaan we hier dat eens verder afbouwen. De op zijn minst nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tot 6, ja, 7 lagen moeten kunnen doen. Dat zal goed komen, hoop ik, als ik de materiaal heb. Zo. Imagine dat ik daar een wall pakt, hè. Echt waar. Die nest staat ook op de meest verkeerde plaats, hè. Dat kan, hè. Zo. Ja, ja. Holy shit. Goed dat die een blok hier twee keer, hè. Dat is nog de rechte. Ik ga moeten zien dat ik van deze het geluid kijk ik video settings, jezus, ik wil hem zo afgooien. Zo. Ik had juist zeggen, moet er maar op staan. Hoppa, zo vlot gaat dat. Als het meewerkt toch. Ja jong. Moet je zeggen tegen die een. Eerst en vooral, dank u. Ten tweede, dat. En ten derde, dat. Zo. Dat is al iets beter. Ah, daarvoor is het al gepakt. Ha. Verdomme. Dan altijd die blokjes wisselen. Altijd maar blokjes wisselen. Oh, ah, hier is ze. Deze man. Mijn geluiden komen niet door. Mijn geluiden komen niet door.
Waar komt dat geluid niet door van de verzilvering? Die is weer fucked, hè? Ah nee, die staat waarschijnlijk nog meer op die andere. Het zal wel zo zijn dan. Zo. Deze man. Hey, een perskop, nu moet ik mijn tijger hier weer bijhalen, hè. Van vijf minuten. Godver. Je bent trildierlijk een zot. Timer. Oh, staat nog op 5 minuten van de laatste keer. Bom. 3, 2, 1. Ga ja, een klutzakje. Voilà, timer is gestart. Nu ben ik heel van de weer, hè. Alleen nu. Ik ga al denken wat ik richting de volgende seizoen zo gaan neerzetten. Oh, dat is irritant om te zeggen. Dat is scaffolding. Ik dacht al. Misschien als dat nog eens afgekraakt tegen bouw. Ik hoop van wel. Ja. Dat is ook een optie. Om met gatten gaan liggen. Dat weet ik. En mijn timer loopt. Er is geen geluid afgegaan, wat raar is eigenlijk vandaag. Maar ik heb het wel gezien. Dat bepaalde woord niet mag zeggen. maar het is moeilijk, want als je nu een keer niet bezig bent, dat woord heel gemakkelijk 1000 keer op een seconde kunt zeggen. Het zou beter helpen, ja. Hier in het donker. Hoe zalig. Hoe zalig. En jongen, kan de geit er niet op, ja? Nog iets creëren. Oh my way. Ja, maar ja, dat moet je me duidelijk zeggen, dingetje, hè. Ja, we moeten dat de goede dingen zijn, jongen. Maar ik zie hier maar één ding trouwens, hè. Staan van bouwen. Ja, maar ik zie maar. Ik zie maar één actie, hè. Geen twee, hè. Wat is daarmee? Ik wacht, ik ga eens veel dingen kijken. Deze man.
cool. Oh, Potskop. En Potskop, hè. Jojo. Jot. Grappig is, crazy, ik zie ze zelf niet. Dat maakt het heel irritant. Ik heb enkel en alleen het ding is het bouwen, wat niet mag staan. Dat is letterlijk het enigste, hè. Ik ben nu op via een ander ding aan het kijken en dat is letterlijk het enigste wat er staat. Ja, maar ik zie maar één, hè. Effectief, ik zie maar één. Als ik niet zie dat er één er is, kan ik daar niet op reageren en dat niet doen, hè. Crazy. Deze vrouw. Ik kan u letterlijk laten zien, hè? Dat weet het toch, hè? En die dag moet er nog eens een lijstje van gemaakt moeten worden. Maar ik zie het letterlijk niet, hè? Ik zal een screen doorsturen van mijn chat. Maar ik zie het niet, hè? Discord. Nee. Kunnen zien dat ik niet lig. Zal de timer maar eens opnieuw starten, zeker. Met het niet mogen bouwen. Huh? Dus we zullen nu opnieuw starten, hè? Huh? Goed. Push konijntje. Hey. Zullen we opduwen? 3, 2, 1. Normaal is die ook 5 minuten zeker, hè? Als ik just het. Normaal toch? Hoe lang was dat? Normaal 5 minuten niet. Deze vrouw, echt, fuck you. Echt waar. Ik kreeg er echt shit van, hè. Daar had ik het beter iets eerder gedaan. Dan had ik het dus te goed op de timer gelijk kunnen pakken. Maar ja, maakt niet uit. Ik zie wat ik zeg, dat is...
Dat is beter. Anders ga ik mijn eigen horen de hele tijd. Dat is niet de bedoeling. Oh. Nee, ik ben al richting het volgende seizoen aan het denken. Ik heb al van alles zo. Uit podcasts en zo zitten luisteren en zo. Ik zou aan het denken ben van wat zou ik gaan doen richting het nieuwe seizoen. Ik heb zo al een gedachte wat ik zou doen. Ook qua omvang, qua grootte, zou ik naar de helft maar gaan. Ongeveer. Dus in plaats van een 300. Op 300 naar een 150 op 150 maar gaan. Voor de main building. Dan. Nou, we moeten wel eerst zeker zijn dat dat wel haalbaar is. En natuurlijk ga je eerst uitwerking krijgen, of dan ga ik die eerst zien uit te werken. Crazy, kom de gitter niet op? Nee? Huh? Nee? Mag het niet? Nee? Moet er beter opkomen. En een dingetje ook. De andere door. Oh, vlot op een ander. Wat? Mag je? Verdoe me. Niet zo nog zoveel. En ik moest die farm nog ombouwen. Sjust. Dat is juist. Allee, kan. Zwaar. Domme. Kutenest. De immersive zicht zo. Maar tijdens de nacht is dat ook chiquer. Je hebt hier zo. Hier zo die rand zo. Van dat gebouw. Hier zo. Deze rand hier. Ik kan langs binnen laten zien. Dan zit je dat over alles. Dus in de nacht is dat heel chic. Dat valt ook zo heel mooi op en zo. Dus ja. We will see, hé. Nog wat groentjes. Om op te vreten. Oh, ik heb nog genoeg klaar staan. Hoppa. Wat is dat hier? Popcorn. Echt zoveel verschillende dingen hier staan, hè. Zeg, had jij nog had er nog dinges nodig? Shulkerboxen, want dat had je nu nog niet, denk ik. Ja, pushken in. Oei. Als ik op dat doe, dan weten we echt een allemaal. Maar, maakt niet uit. Daar gaat de timer juist af. Dus ik kan eigenlijk wel. Goed als alles zeggen terug. En toen, ik wou doen. Ik heb echt geen plaats, hè. Als moet ik zien. 6 milliliter. Het zou haalbaar zijn. Wacht, hè. Zoals bij mij, gaan kijken eerst. Ja, maar we hebben een ding staan, een Joker Farm. Maar het maakt niet uit als ik je iets geef dat je even een go-moment hebt. Dus. Fucking barrel.
zo. Hey, hallo, zet dat ding neer. Ah, ik kan er niet mee pakken, lol. En nu, dat het nog gaat beginnen te regenen, ja. Oh, echt wel kutspel, ik zal langs hier gaan, dat is het lang geleden. Ik zie dat ik die regen. Dan is dit toch een drone verstopt. Zien we die regensimulaties even uitgooien op dat. Dat ging toch echt crazy, die dingen uitgooien, hè? Minimaal. Dat is ten eerste al. Dat is wat vast. Default. Performance fog. Hier. Wow. Dat zou het moeten zijn voor daar. Ja, ja, normaal de regen gewoon was het. Ja, ja. Nou, ik wil nog pijltjes pakken. Anders ga ik er zeker niet raken. Zunderpeeltjes. Echt waar. Moet niet aan de kant stompen, joh. Fucking dirt stick of zo. Dat is eten. Dat is redstone. Niemand die 5 minuten. Junk boxen. Ik heb die een dark ook daar zijn, dank u. Zo, ik doe je wat rockets. Niet genoeg hoe ik wel. Wat zijn die beide? Dat is sproes. Heb ik sproes zelfs op zak? Ja, dat is ontploft. Dat is pech, kop weg. Zo. Zal ik hier nog extra eten mee pakken? Zo. Ik zeker ben dat ik eens genoeg op zak heb. Echt zo, misschien voor mijn nether ender chest is nog niet zulker klaargemaakt geweest. Moet je wel niet vragen. Die kant op. Je wordt nog, je zit toch iets lager zeker? Nou. Je zit nog iets meer omlaag, zeker van Stefan. Hè? Wie is dat? What the fuck heb ik hier nog bij gedaan, gehad? Lol, niet gezien gehad. Haha.
Ze zal niet vragen of ik oplet wat iemand anders doet. Maar ze zal naar kantoor wat ik doe. Ik kan beter zo Rocket Power 3 zetten. Nee, ik maar ik zou dat toch nog niet eens merken. Niet vragen. Discord. Oei, Discord doet weer moeilijk, zie ik. Typisch. Oké, ze gaat een andere wat op zijn woorden laten. Hij gaat de GL. Ja, hè? Probeer toch een beetje kindvriendelijk te zijn, hoe moeilijk het ook is. Meer niet. En nog niet. Godverdikke. Godverdikke. Vliegen, Tatum. Vliegen. Waarom? En daarom. Zo, direct anders reactie zien, hè? Mama. Ik ben het hier nooit geweest. Ik ben altijd braaf. Zeg eens allemaal. Ja, ik ben gewoon altijd braaf. Ik zou nooit iets stout durven zeggen. Ja. Ik zou niet durven. Nee. Echt, hè? Dat is ook zo. Dat moet niet doen. Deze man. Nee, deze vrouw, hè. Nee, maar ik zie maar echt één actie staan. Ik zie van alleen nu. Ah, wel, dan heb je er nu twee gehad. Ja, mij maakt dat niet uit. Mij maakt dat niet uit, ja. Echt niet. Maar ik zag er echt maar één. Je hebt het gezien nu. Allee. Hoe zit ik hier? Een T-fan. Dan zou ik een beetje verder vliegen dan. Nee, daar is het niet. Wat? Kijk dit. Wat? Hij roept anders. Wat? Moet die jongen echt stiller zetten, hè? Ja, dit moest ik hebben. Let's go. Zal het zo ver van Stefan af, nu, hè? Ik woon wel wat verder van Stefan, ja. Alle chance dat hier water zit. Ben je weer ontploft of wat? Wie ik? Nee. Zijn dat zeker? Ja, zo. Ja. Dat is goed. Als jij zeker zet, zijn ik ook zeker. Goh, hé, jongens. Zoveel van naast dan. Weet je, kan je zien waar ik... Kijk eens op je minimap. Dat is dat open? Ja, op je stream moet dat even laden. Ik zie hem, ik ben aan het vliegen. X585 Z2963. 585. Min 500 dan toch, of? De X. Nee, gewoon. Wacht, hè. X is 500, ja, 85 zeg je. En dan de Z. De Z is het. 2981.
Dat is helemaal daar. Op een klein eilandje. Wel een heel stuk. Ja, hey, een pak korter bij mij. Zeg, zou ik al eens bij Reitmans kijken? Niet zo, dat is gewoon een village. Ik wist dat het aan de kant van Stefan eigenlijk het eerst was. Well. Ja, dat was eerst. Maar nu niet meer. Ah, oké, okay. We gaan deze even daar droppen. Die heb ik nodig. Nou dan, wil eens bij hem. Hey, dat is hier waar de ding is ging komen. Nee? Ja? Ja. Hier, hè? Hier, hè? Hier, hè? Ja. Hoe getrekt herkennen? Wacht. Au. Hier staat een glazen kom! Hier staat een glazen kom, jong! Nee. Met sneeuw, vol nee, sneeuw. Ah, dat is mislukt. Wat verdomme. Hé, je moet niet verdomme. Je moet verslimmen. Ah ja. Deze man. Oh, jongens. Lisa. Knor. Beep, beep, beep. Dat kan niet van. Ik kan het nog niet door, ze. Hallo? Hallo? Evo. Waarom werkt dat nu? Dat vraag ik mij dus af. Kijk, en daarom haat ik voice chats. Hè? Op V-duwen. V-duwen? Heb je een menu, dan kun je kijken als het ingeschakeld is of niet. En dan kun je ook kijken, normaal. En de gewone ding is, moet je naar de keybinds gaan. Te kijken, waarom zit die push to talk? Ik wil geen push to talk. Dan moet je afzetten, ja. En op welke knop heb ik dat nu? Nee, dat heb ik op de verkeerde knop gezet. Oeps. En ik heb dat puntje gezet. Iwa! Holy shit, ik hoor je even hier in echt een Discord. Hallo? Wie bent u? Ik hoor je dus niet, hè? Ik hoor alleen statisch geluid, jongen. Boot, boot, boot. Moet ik hebben. Deze beter? Beter. Is deze beter? Ja, ja. Oké. Hallo? Hallo. Wie bent u? Ik heb u nog niet eerder gezien gehad. Ja. Wie ben je? Dat
vraag ik me af. Maar kom jij, hoe weet jij dat ik hier woon? Ik ben gewoon rondvliegen, ik heb vleugeltjes, dus allee. Ik heb ook vleugeltjes, mooi hè. Ja. Oké. Okay. Maar wat is je naam? Wat is je naam? Ja. Dat weet ik niet. Dat weet ik, je niet. Hoe dat weet je? Ik heb een pindanootschudding. Dus jij weet niet wie jij bent? Nee, ik heb een pindanootschudding. Ah, oké. Okay. Wat, zeg maar. Ja, nee, dan zitten we met een probleem als jij niet weet wie dat je bent. Ik hoop dat ik het snel te weten kom. Ik weet zelfs niet hoe dat ik het vergeten ben. Ja, ik ben heel veel kwijt. Ik ben heel veel kwijt van de dingen die ik wist en zo. Oei. Dus, ja. Maar. Maar, ik ben Dieter. Laten we daar wel mee beginnen, mm-hmm. Want ik weet wel wie ik ben, hè, want ik heb geen hersenschudding. Maar waar ik ben, geen idee. Ik ben hier terecht gekomen. Mm-hmm. Ik was mijn bootje aan het varen met mijn broer. En ik kwam hier aangelopen, aangespoeld. En toen was ik mijn broer kwijt. En nu ben ik hier en alles aan het ophouden tot als ik mijn broertje terugvind. Ja. Oké. Okay. Ziet er al mooi uit, vlog je? Pas op, hè. Pas op daar. Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Ah! Oh, mijn oren. Weg. Weg. Nee, mijn boom. Yeah. I got him. Je hebt wel nog een stronkje vergeten, zag ik hier. Ah ja. Poef. Dat is beter. Hier ligt een sapling. Ja. Mijn zakken zitten vol. Maar je slaapt hier zo buiten? Ja, ik probeer een huisje te bouwen, maar ik weet niet wat ik moet bouwen. Oh. Oké, okay, ja. Dus ja. Ik probeer zo een beetje rustig te bouwen. Maar... Ja, met al die blauwe dingetjes zie je dat ook soms zo blauwe blokjes en heel raar. Nee, en dan kun je niet zien waar ik aan het bouwen ben. Ja, ik wel. Maar goed, wat brengt jou hier? De curieuze tijden. Ik zag dat hier een nether portal stond. Ik zag dat hier wat kisten stonden en zo. Dus ja, ik dacht. Ik land hier even eens kijken als hier iemand effectief is of niet. Ah. Mm-hmm. Dus je komt mij spioneren? Nee. Je bent een spionageman. Nee, helemaal niet. Ik kom gewoon aan. Moet je toch ook de wereld leren verkennen hier, hè? Ah, ja. Ik heb al zoveel meegemaakt hier ondertussen. Deze planeet, wereld, ding. Dus, allee. Maar ik heb wel hier iets voor u, als je dat wilt hebben, natuurlijk. Je hebt iets voor mij. Holy shit. Dank u. Wow. Dank je. Graag gedaan. Weet je, wacht even. Eens kijken. Ik heb niet veel, maar wel een worteltje voor jou. Merci. Heb jij genoeg eten trouwens? Wel genoeg denk ik. Hoop ik. Wat noemt jij genoeg? Dat hier is het enigste wat ik heb. En de 9 worteltjes. Niet genoeg dus. Niet veel. Wat was ik eigenlijk aan het zoeken? Dat gaat toch niet ook zijn, want ook wil ik niet. Zo. Oké. Okay. Nee. Ja. Nou.
Ja, ik hoop dat je rap uw broer dan gaat terugvinden. En dan hij u ja, vinden. Ja, ik hoop het ook. Nou, ik ga straks terugzien dan. Als dat is. Ja, tuurlijk. Nou, het was fijn jou te leren kennen, mysterieuze man. En tot snel. Ja, dag hè. Bye! Ja, dat is niet lopen of wat? Godverdomme. Ja, dat is niet lopen. Typisch. Ik was niet aan het opletten. Typisch, hè, Crazy, dat je gaat lopen. Typisch. Waarom ik vlieg tot bij mij nu? Ik kan fucking 4000 blokken met de man. Holy shit! Ja, ik wil... Nee, ik wil niet zomaar... Ik wil niet zomaar... lastig gevallen worden, hè. Hoe meer dat mensen zien hoe verder ik woon, hoe minder rap dat ze hier gaan staan. Och, ik heb misschien al richting volgend seizoen al een seat gevonden. Ja? Nice. Ja. Dat volgend seizoen klein, maar heel op aankomt. Een klein plasje, dat we heel dicht rond kunnen werken. En daarna triggerplan. Het is die knop. Crash crash crazy. Met je dan niet geladen is in die map, hè, Crazy? Dat we dat hier allemaal al ontdekt hebben, hè. Haha, mijn vinger. Wat is pijn. Daarbij, je moet maar zien volgende keer als je, wanneer dat je... Nou, dat moeten bekijken. Dat we wat serverbound kunnen doen. Dan had je sowieso de map. Oh, perfecte timing voor in die base aan te komen. Night view, love it. En nu de immersion. Dit is gewoon dat die ring dan nu is. Rond, oh zalig. En dat overal heb je zo die, dat één lichtpunt rond heel die base. Zalig! Dan moet ik alleen nog kijken. Kijken. Sorry, maar ik ga je night view verpesten. Bij u heb je trouwens ook soms zo'n hele grote bzzz. Een bzzz? Een bij? Mm-hmm. Nee. Van u, Mike. Het zou wel graag zijn. Ah, landen! Godverdomme, maar dat is die voice mod waarschijnlijk deels. Die niet 100%.
Omdat hij niet verouderd type is nu, ondertussen. Zal daar waarschijnlijk wel een beetje mee te maken hebben. Het zou maar raar zijn dat het er iets zou schelen bij die microfoon. Dat kost genoeg. Zo, blokjes plaatsen! Mijn blokjes! Njoo. Nee. Heb ik allemaal al gehad, ja. Ik ben rondje al gevangen, of wat? Olé. Niet hoger dan. Oh, springboard. Zo. Toma. Echt waar. Ik ben hier meer aan het parcours dan iets anders. Zo. Met een blokje. Kan die terug hebben? Ik heb hout net niet genoeg. Voor kwijt te spelen. Te zeggen. Imagine toekomen bij blokjes hout. Niet dus. Zo. Godverdomme. Dat heb ik niet gevraagd. Wat crazy als schuld. Ik denk gewoon dat die een bak op is. Nu ik kan plaatsen. Zo. Bouwen en nog eens bouwen. Ik weet het, jong. Zet een vuile grinder. Fuck, ik krijg hier een bakje. Allee, godver. Doe maar. Waar is mijn Enderside? In jouw kist. Waarschijnlijk. Nee, dat is diorite. Ai. Zo dan. Ik moet hout bijhalen en cobblestone walls. Hout en cobblestone walls. Waar heb ik geladen?
Die de distillator. Ik heb het gevonden. Zo. Nu voor mijn eigen hier. Mijn hout. Coalstone walls. Wat is dat eerlijk zo? Ja, waarschijnlijk. Dat is een beetje zeker voor wel best van. Ah ja, ik moet ook nog even. Lijkt altijd. Zo. Crazy, wanneer ga jij er eens op komen, jong? Ook voor 10 jaar geleden. Ik zie, plaats die blok. Terugste van alles, ik heb gewoon geen cobblestone. Meer dan genoeg. Dat heb ik nu. Beetje te veel. Kijk die, ik kan letterlijk zo gewoon stacks en stacks gewoon opvikken en zeggen van, oh, het interesseert me niet. Nou ja, als je weet hoeveel van elk ik nodig heb, dan snap je wel waarom ik dat kan zeggen. Crazy. Wat moest dat zijn als ik al het steen effectief zou gemined hebben? Hoeveel pickaxe zijn er doorgegaan tegen? Ik wil het zelfs niet weten. Ik zou zo... Dus daarbij... Hoe kan ik nu met een diamond met een breaking 3 en alles? Wat is er allemaal op? Welke is hier nu? Hier. Efficiency 5, een breaking 3. Met dan nog eens mending of zo bijvoorbeeld erop. Pak nog dat een mending wegblijft. Dat je weet hoeveel echt dat is. Ja, maar pak dat je mending er niet op zet. Dus zit je aan, wat is dat, 2600 of zoiets? Dat hij aangeeft. Waardoor dat je een breaking 3 hebt. En je efficiency 5. Verbruik je sowieso minder. En kun je meer hakken. Dan het ding is. Dus, allee. Pak dat jij het dubbele met gemak kunt doen. En dan praten we hier over 5000 blokken. Pak dat je 5000 blokken dan kunt minen. Daarbij. Ja, dan gaat het komen, hè. Die. Ja, crazy, we gaan tellen op stream. Het gaat wel lukken, zeg. Ja, ik weet het, maar het is met de machine. Maar ik ga afronden naar 130.000. Ja, deel door die 5000. Oh, dat is niet deel, dat was maal. Dat is deel, 5000. Dat houdt in. Dus als die mending er niet op staat, dat je 26 pickaxe kwijt bent. 26 maal 3 zijn 78 diamonds. Dat je zegt bye bye. Dan heb je een klein beetje over. Laat staan dat je dan je stone bricks, je stone nog moet tellen. Je stone brick stairs, creek stone bricks, mossy stone bricks, mossy cobblestone. Zonder dat je die nog telt.
Timmy komt eigenlijk allemaal nog eens af van de cobblestone. En toen moet je ook nog allemaal gaan smelten. Dus daarvoor is het alleen voordelig. Als je dan een silk touch hebt in combinatie, kun je weer iets winnen. Maar dan nog zit je in dezelfde aantallen. Hè? Oh my god. Even hier 80 pigaxes weggooien. Voor dat gedaan te krijgen. Voor alleen het steen together. Laat staan het houtwerk waar je hier allemaal in steekt. En alle andere stenen. Dat ik nog wel nog niet eens over heb. En dat ik je kan opdoen ook van hout. Godverdomme. Nu gaan we het plezant maken, dan crazy. Ik denk dat we zo'n soort Q&A moeten doen hier. Nog een push konijnken hier. Te bezig, jong. Te bezig. Te bezig. Ik ben bijna klaar met mijn huis. Not. Ik ook niet. Ik ben ook belangrijk nog niet klaar. Is dat man? Ik denk dat ik het langs... Ik zou eigenlijk voor ik moet gaan mijn huis klaar willen hebben. Dat gaat maar... niet, jong. Dat gaat niet gaan. Als je kijkt naar het uur, dan gaat dat inderdaad niet gaan. Maar mijn ouders zijn niet thuis. Wat niet weet, wat niet leert. Oh, ik zei oké, dat is een daal. Hier, ik ga hier speed zonder nog die andere blokken vallen. Ja, ja. En ik moet er wel door. Ik spreek u morgen. Ja, jongen, braaf zijn. Handjes boven het laken. Jojo. Hans, doe me. Zo. Rotter. Zo. Allee, ja. Zet de blokjes maar. Die is al goed, ja. Dat blijft ook lang staan, zeg. Het is een keer. Dank u. Aan mij. Deze keer kwam het wel goed, hè, crazy. Het tellen. Deze keer was ik ook zeker ervan. Ik vind het raar. Soms gaat dat wel en soms niet, hè. Maar wanneer het echt moet gaan, dan gaat dat niet, hè. Maar ja, dat is meestal. Zo. Ja, eigenlijk. Als je zegt van oké, het is like nu dit hier, hè, zo onnozel om dat gewoon te weten, dan gaat dat. Wanneer dat je echt moet weten, dat ik vorige keer toen daar tellen van in de Antwerp, wanneer het moet gaan, dan gaat het dan niet meewerken. Terwijl je dan zo denkt, het telt ligt altijd hoe het moet en ligt anders. Hoe je weet dat moet, en dan komt dat niet uit hoe je denkt dat het moet uitkomen. En zo, allee, goed bezig, nest. Kunnen we zelfs eens zien of ze biedt nog misschien iets anders kunnen doen. Zijn ik er rond? Oh ja! Maar voorzichtig op de baan, hè?
Zo. Ah ja, cheat. Wat heb je daar gedaan? Moet ik direct eens gaan kijken hoeveel heb ik ervan? Een liter vervangen. Pekaan. Dat ik van de grond af tief. Ik heb die gewoon doorgetrokken. Oké, die zijn wel recht. En dan heb ik ons taal. Oké. Thank you, come again. Oké. Goed te knoo. Wat jong. Terug vanaf. Met een blok. Als het totaal ligt, is dat satisfactory tellen, hè? Crazy. Als je daar één telling fout doet, dan is heel je ding is verkeerd. Dat dan nog eens op stream doet. Ja, jong. Is meer een blok. Bezig. Ja. Oh, dit is een slideshow, joh. Nog geen packages voor alleen dan. Top. Zijn er mijn pakjes? Dit is gewoon niet normaal hoe massive dit is gewoon is. Ja. Wauw, ik wil allemaal aan de kant zijn. Wow. Zo. Echt horen. Speedige vingers. Natuurlijk, nu ik die sterren zo meer. Tot typisch hè, dan wil je iets doordoen, dan heb je die een blok niet en dan die een blok niet. En is de rest van jullie week gegaan. Eigenlijk ondertussen.
Je wakker zeker. Dus te openen, zo vaak is. Dat is te openen, hé. Kriskras crazy. Dat zo vaak is, is hé. Oh. Die blok had ik niet. Een gewoon kopstel moet ik opnieuw hebben. Ja. Dat bleef een mooi weg. Heel mooi weg blijven daar. Kan niet pakken, jong. Thuis op, mag ik niet hebben. De weg wordt toch wel extra opgelicht. Dat is eigenlijk gewoon een cobblestone. En stairs. Mag je een gewone cobblestone nog hebben? Hier ligt geen. Niks ook niet. Daarvan. Njong. Maar ja, heb ik zo goed voor gedaan, met kosten, nou. Ah. Moet er toch nog iets in. Maar het lang duren zo, hè. Omdat ik niet geen volledige inventory kan swap. Je moet echt drie keer zo ophangen. Ja. Dat we hier alles kunnen zetten hoe dat we willen. Om die farms ooit gaan in kunnen steken. Hoe ver is die Alita? 77. Hier in de buurt blijven. Om die is een van die zaaiers zien te gaan laten maken. Die twee Alitas die wel liggen. En van alleen heel naar de fruit is. En deze bijna is. Ja. Jut. Dat was een optie. Ik wil mijn bakjes vliegen.
blokken weg, dank u wel. Typisch dat het verkeerd staat, zeg. En dan? Jot. We geraken er nog op dat dak. Een rapper dan gedacht. Met dat we die stukken ertussenin hadden. Die het zo direct, ja, kan hè. Zoiets zeker. Bah, hè. Ik heb juist hier weer gezien. Just een gekeken gehad, zeg. En daar staat dan nog oprecht, oké. Okay. De uiterste twee moeten rechtop en dan al de rest daar binnen met horizontaal. Dus één recht. Dat gaat wel in het zicht zijn. Dat is sowieso die. Dan 3. Zoiets. Deze moet al rechtop. Doe het zeker? Oh, ja. Zo. Wat heb ik gespeeld? Dat is naar even naar de wc gaan.
dan komt dat wel goed. Zo. Dus direct terug in, jongens en meisjes. Appelen en peren en crazykes. Zo, mensen, we zijn weer terug. Crazy pester. Dat gaan we doen. Hoe zit het in thee? Donker zeker, ja. Dacht het wel. Typisch. Imagine dat ik die hut heb staan, hè. Op boven mijn voedselbar en mijn heldbar. Maar gewoon letterlijk niet gebruiken. Niet bekijken. En weet je dat ik daar kan zien hoe laat dat was. Just daar aan dat platformje graag zou ik heel blij zijn. Zo, het scheelt niet meer veel. Ik zou die brug gewoon klaar krijgen. Ah, jong! Dat is mijn bakjes. Godverdomme. Njong. Elke keer zoals je zo omhoog popt, dan weet je zo dat je over zo'n muur loopt. Ina. Ik wil nog mijn voeten lopen, niet? Jolloway. Wat, ik heb geen hout meer. Echt waar. Ik ben altijd kalm, jong. Dat weet je. En de kalmte hem zelf, en dat weet je. En maar op en af, en op en af. Vraag me af soms hoeveel blokken dat je al hebt geplaatst, maar als ik sommige blokken zo zie, wil ik de aantallen niet meer weten. Maar jij hebt toch ook, hè? Ik weet niet wat weten welke blokken, bepaalde blokken van hoeveel dat je ervan hebt gezet. Dat is juist hetzelfde als ik, hè. Veel te veel. Wat nog dat ook nog eens? Kutsteer. Weet je wel?
What the fuck komt hier te staan, ja? Minder blokjes. Slimbal. Snap wel. Ik heb geen mossiekobbels te godver. Lijkt meer een luxe probleem te zijn, hoeveel te hebben. Wel dit. Ja. Zeker daar. Zie ook allemaal hier. Zo. Nu hopen dat we niet bij ons bos omlaag vallen. Zo. Dat is een rolblok. Hier weghalen. Zo. Voilà. En blokjes. Oh, een kort pijn. Oei, dat was een lange gap. Kutblok. Zo. Crazy toch. Amai. Zo, krijg die ook nog? Nee, die krijg ik al niet meer. Dat was steen. Oh. Mm-hmm.
misschien niet zo. Altijd die 50 dubbele blokken. Hè. Nog wel beter in als we dat binnen af hebben. Hey. Dat is een stuk afgeraakt, zou ik zo zeggen. Tja. Hoe staat dat daar? Ah ja. Do. Oh, een klein hoekje, wauw. Dat is kut. Toen dat een hoekje ook probeer af te krijgen. Voor vandaag. Ja, jong, kutblok. Dat toont nog mijn voeten uit. Zo is het. Nee, Piep heeft zijn ezels achtergelaten of wat? Dan heb je toch nog één van de twee. Ja. Ja, jong, kom echt waar, die blokken verkeerd. Je hebt gelijk, jong. Een, twee en drie. Zo. Wat gaan we gaan doen, mensen? We gaan hier stuk aan, denk ik, de stream afgooien. Wat je sowieso wel hebt, is dat een VOD. Nu zondag. Moet ik zelf kijken. Beschikbaar is op YouTube om daar te kijken. Ik ga iets kijken. Ik ga effectief gaan moeten kijken.
Wanneer precies terug moet. En voor mijn eigen dan natuurlijk. Ik dacht dat nu zondag die moest geüpload worden al. Alleen mijn cap staat weer op, typisch. Andere die. Deze week niet. Vanaf volgende week moet gaat die uitkomen. Niet deze week. Zie ik juist. Ik heb nog eentje klaarstaan. Van Antwerpen. Van de roleplay. Ben ik kerst ook dat ik zie dat ik mijn streams of 12e op 2. Kijk natuurlijk ook als ik zit bij 24 uur stream of dergelijke. Dat wil ik wel rekening mee. En ik denk dat ik ze vanaf nu per uur ga haken. En dan zit je gewoon vervolgd na een week later, snap je? Dus in principe leek wat ik had kunnen doen, maar dat is nu niet gelukt. Thuis bij dat van die 24 uur stream. Normaal moet ik die file ergens hebben. Normaal. Ik moet dat checken. Als je die nog terugvindt, ga ik die van die er nu op staat op YouTube wegdoen. En dan ga ik die 24 uur stream, dat is het totaal is dat 26 uur en zoveel. Dan ga ik die volledig per uur kappen. Dat 26 uur zijn aan beeldmateriaal. Max 2 uren. Maximum. Zo een stukje kappen en dan zo zien hoe of wat. Maakt niet uit, dan gaan we dat zo zien. Dan gaat dat ook iets mooier uitkomen en veel schoner zijn voor de mensen. Daarna kan het zijn, ook wel zijn, als dat allemaal goed loopt, dat die streams terug wel op peil zijn. En dat de aantal vods goed genoeg zijn, dat we die daarna gaan misschien knippen en plakken. Die kleinere hoeveelheden in en effectief als video's richting YouTube kunnen gaan. In plaats van dat ik nu als een stream replay. Kunnen we er stukken uithalen misschien die goed genoeg zijn en dan zo uploaden. En misschien ook als ook een stream replay. Dat we de combinatie hebben. Ik gewoon dat gewoon kan dumpen. Zeg je, hier is een stream replay. En anderzijds is staat er. Want hier staat al relatief, als ik zo moet kijken, al redelijk op. Nee, maar ik vind het spijtig, die 24 uur stream heeft toen halveling geüpload. Die heeft want ik weet niet hoe dat hij dat zelf, want die heeft dat toen zelf ingedeeld gehad. Maar hoe ik dat hier zie, heeft hij er twee vods van 12 uur van gemaakt gehad. Ja, logisch dat hij niet opneemt, hè. En opslaat hoe het moet. Die staan in een error staan die. Ja, een beetje logisch. Dus die moet eigenlijk omlaag gebracht worden. Dus daarbij ga ik eens kijken als ik die file vind. Ik heb die dingen zijn. Maar dat komt wel goed. Voor de rest. Moet ik eens kijken. Ik mag. Oh, sorry. Klikken we weer op dingen die we niet moeten opklikken. Maar bon, is dat mijn fout? Het is heel simpel, boys and girls. We gaan hier de stream stoppen. Voor vandaag kunnen we die in de rendering stompen en richting YouTube versturen. Dan kunnen jullie die volgende week zondag middernacht. Ja, dus zondagochtend kunnen jullie al naar jullie op zijn gewoon kijken. Volgende week dan. Deze week komt er nog een uit van dus van
de roleplay. Maar als jullie meer games willen zien, zoals Minecraft, Euro Truck, roleplay. Als jullie in de stream beneden in de panels gaan kijken, dan kunnen jullie kijken welke games het precies, over welke games het precies gaat gaan. Dat we kunnen doen. Ik alleen, jullie samen met mij in multiplayer of dergelijke. Wat allemaal mogelijk is. Er zijn ook hier en daar games bij die, die ik ook nog heb. Maar gewoon mee die we kunnen gebruiken om letterlijk te kloten, te dollen, nozel te doen. Maar ja, dat is ook eens leuk. Dat is ook eens plezant voor ons allemaal. En dan heb ik nog een paar dingen die ik heb gevonden en het proberen was. Een gratis game wat we op Epic hebben kunnen vinden. Crazy weet waarschijnlijk over welke het gaat. Dat is die van gisteren daar, van die puzzels. En dan denk ik dat wij gewoon zo samen eens gaan zitten, Crazy. En terwijl dat we dat doen, dat ik je Discord-icoontje zo mee in de stream laat staan. En als je praat, dat zo mee beweegt, dat de mensen dat kunnen zien als jij ook praat en zo. Dat visualiseren, zo'n beetje. Dan lijkt het me wel plezanter ook voor de stream. En dat we ook eens iets anders hebben. Daar, babbel. Zullen we gaan hier Minecraft stoppen? Dus als jullie verschillende andere games willen zien dat die gaan komen, dan gaan we moeten eens kijken. Want er is van alles dat we kunnen doen. We hebben sowieso onze 5M en Redm dat we in de roleplay kunnen doen. Redm moet opnieuw geïnstalleerd wel worden, maar dat maakt niet uit. Moeten we ook nog eens terug eens intakes gaan beginnen te doen daar. Voor de rest hebben we natuurlijk, jullie nu zagen, Minecraft. Dan hebben we, zoals ik zei, Euro Truck en American Truck. Dan hebben we Ready or Not, Phasmophobia. Dan hebben we ook nog Scrap Mechanic. Als ik hier zie... Car Mechanic 2018 en 2021. PD Hydroneer, als ik daar al moet voor verder gaan. Als ik dan nu nog even kan vinden waar mijn Steam staat. Dan kan ik hem nog een paar dingen opnoemen. We hebben de dinges van Beer Factory dat we ook nog kunnen doen. Gewoon een play die jullie mee kunnen kijken. Astroneer staat er zelfs nog niet bij. Kunnen we ook nog doen. Voor de fun eens een keer. Farming Simulator 22 kunnen we ook doen. House Flipper. Ik ga die ook een van de dagen eens erop zetten. De House Flipper voor in de stream. Police Simulator, Patrol Officers kunnen we nog eens doen. Crazy, misschien kunnen we die twee nog eens samen doen. Voor de rest, Satisfactory hebben we ook nog klaarstaan. Raft kunnen we misschien nog eens zien te doen. Dan hebben we Ship Graveyard Simulator. Dat is misschien nu ook zo wel meer eentoniger, maar ja, we kunnen het ook doen. En dan, dat is sowieso iets waar we een stukje moeten kappen voor meer eerder in een video te kunnen steken. Maar dan moeten we dan zien hoe of wat. De Gunsmith Simulator kunnen we ook nog eens misschien zien te doen. Die Simulator. Dat zijn zo de dingen die via Steam sowieso al kunnen. Dat zijn de games ook die letterlijk geïnstalleerd zijn die ik nu juist heb gezegd. Is er nog eens iets wat ik zie? Hydroneer staat zelfs niet geïnstalleerd. Lol. Maar ja, maakt niet uit. Ik kan wel heel snel installeren indien nodig. Voor de rest heb ik niet echt andere games erop gestaan op dit moment. Laat me eens kijken. We kunnen naar City Skylines gaan indien nodig. Definitely Not Fried Chicken is ook nog zo eens eentje. Die we eens kunnen zien. Cooking Simulator. Nu ik zeg de Cooking Simulator, ga ik wel eens kijken naar mijn verlanglijst. Wanneer gaat die uitkomen? Wordt binnenkort verwacht. Er is toch niks. Ja, heel veel lawaai. Nog niks aan veranderd. Zijn we nog altijd dus op het wachten, Crazy? Spijtig genoeg.
op een antwoord. Ik zou die viewfinder echt moeten zien te gaan halen. Misschien volgende keer eens zien dat dat in een donatie valt of zo. Voor die game. We hebben nog zo eind iets. Niks, niks. Ja, Farming Simulator 19 kunnen we ook nog doen. Food Truck Simulator. Eenmaal als je het wat door hebt, dan kun je er ook door op knallen. Gaan we rap eens op Epic kijken. Daar staat ook nog van alles. Wat hebben we hier klaarstaan? Dus de PC Builder Simulator 2 hebben we hier staan. Het spelletje waar dat we mee kunnen klooien. En dat we echt puur voor de fun hebben. Is Just Die Already. Dus als we daar een ozel willen doen ofzo, of zo, of we klooien, dan kunnen we dat spelen. We kunnen ook Warframe doen, dat is meer een shooter terug. Meer een PvE dan een PvP. En dan de game die ik gisteren zei, Crazy, van die ik gisteren daar was het spelen. Dus dat was Doors Paradox. Die we kunnen doen. En dan like, de Viewfinder kunnen we doen. En de Millennials kunnen we, moet ik eigenlijk nog eens beter eens opnieuw doen. Dat we dat echt op de stream zo is. Ik denk dat we dat een paar uur tijd spelen. Het speelt je uit. Ik heb dat toen die een dag bekan en een keer uitgespeeld. En twee keer heb ik het uitgespeeld gehad ofzo. Ik heb echt wel een meerdere keer gewoon dat ik ook een beetje moest slapen. Uitgekregen. Dat is zo wat dat we hebben klaarstaan. Ook vind je in de panels onder de stream, mensen. Nog even een paar handige linkjes. Je hebt een link richting mijn eigen Discord naar RL Corp. Dus dat is mijn trucking company. Mijn persoonlijke trucking company. Als je zegt van Eurotruck bevalt mij. Ik wil wel voor een bedrijf rijden. Gewoon joinen. Uw intake invullen. En dan gebeurt de rest erna wel. Dus ik zou contacteren u zo snel mogelijk. Indien jullie Minecraft, meer van Minecraft willen zien en zeggen van God verdoe me, ik wil wel mee kunnen spelen op termijn met de random hier en crazy en dergelijke, kun je op de link van Imagineers SMP daar juist zelfs de intake invullen, daar je schriftelijke intake invullen. Vervolgens gaan wij over naar een... Daarna gaan we over naar een mondeling intake. Na die mondeling intake kunnen we zien hoe en wat natuurlijk. Ook is er een link richting Antwerpen RP V3 voor jullie naar daar te sturen. Ook vinden jullie nog altijd de specs terug van de PC met een donatielinkje. Natuurlijk, doneren is vrijblijvend. Gedoneerd is gedoneerd en wordt niet terugbetaald. Ook een multistream. Die multistream die gaat afhankelijk worden aan de bende van wie er gaat streamen, wie er is en zo. Die mocht je voor op dit moment gewoon nog negeren. Voor de rest is het dat wat hier staat. Boah, ik kan nog maar één ding zeggen. Crazy, je staat een plopkok. Nee. Boys, girls. Jongens en meisjes. Random. Out. See you later, bitches.